Hallo. Je bent de laatste die ik verwacht had. Ja, jij ook. Oh, kijk aan. Nou, welkom volgens mij of zo. Ja. Zo, Ebru. Zo, weet je dat ik jouw naam niet eens weet? Dat is alleen maar goed volgens mij. Wat is mijn naam is Esma. Esma, Esma ja. Alariashi. Want ja, je achternaam dat wist ik wel, maar ja, ik weet nooit wie van jullie wie is. Oké. Ik ben de dikste, mijn naam is Esma, de oudste ook. De middelste heet Jihad en de jongste heet Hajar. Oké. En jij bent solo? Ik heb twee zusjes. Oké, en die doen niet mee met jou als je wat doet? Nee. Nee, die hebben een eigen leven. Oké. Maar hoe gaat het met jou? Jij zat toch in die vlucht? Nee, ik niet. Mijn zusjes zaten andere zusjes, ja. Oké. Maar ja, dat heeft natuurlijk op jou ook een impact. Ja, volgens mij op de hele familie. Maar ik was hier niet, dus toen dat allemaal gebeurde heb ik die hele chaos niet meegekregen. Ja. Pas op de vrijdag dat we bij Pauw en Witteman hebben gezeten. En toen, toen kwamen al die beelden. Ja. En toen had ik echt zoiets van, wat de hel. Ja, lijkt me zo heftig. Is het ook, ja. Hoe is het met je zusjes? Het gaat beter, alleen krijgen ze nu de psychische klap. Dus de nachtmerries en vliegangst en iedere keer schrikken als er wat gebeurt. Ja. En jij? Wat doe jij allemaal? Niks. Je doet helemaal niks. Ik zeg altijd dat ik niks doe. Ja, ik weet dat je schrijft. Ja, daar houdt het mee op. Ja, ik doe. Weet je, mijn bestaan is... ledig kan ik niet zeggen, maar werken noem ik niet wat ik doe. Ik vind werken, dat doe je als je 's ochtends in de file gaat staan... en je ergens meldt met een pasje en inklokt... en aan het einde van de dag weer uitklokt om weer achteraan die file in te schuiven. En als mensen in het onderwijs zitten in dezelfde stad, noem je dat ook werken? Of vind je dat ook... Dat is ook werken. Dat is heel heftig werken. Oké. Onderwijs is wel heel erg heftig. Maar een beetje stukjes tikken wat ik doe, een beetje hier zitten... een beetje de wereld afreizen en daar stukjes over tikken... dat is toch geen werk, dat is een feestje. Dat is een feestje, dus... Nou, als dit gesprek goed gaat en we leven allebei nog... dan moet je mij ook introduceren op dat feestje. Ik zie niet in waarom wij na afloop van dit gesprek niet meer zouden leven. Nou, ik weet niet of andere mensen een ander beeld bij hebben, maar... Het was een grapje, een beetje... Nee, maar jij bent natuurlijk... jij staat bekend als een van de vriendinnen van Theo van Gogh. En je hebt heel veel uitlatingen gedaan na zijn dood en voor zijn dood. Gewoon, weet je wel, over de islam, over moslima's. Want ik heb begrepen dat je best wel... dat je moslima's... best wel achterlijk vindt en achtergesteld. Vind je dat nog steeds? Het is altijd heel grappig wat mensen denken dat ik denk en wat ik vind. Nee, ik lees dat jij dat schrijft. Nee, ik vind mensen die zich laten leiden door een godsdienst... welke godsdienst dan ook, of het nou christelijk of islamitisch... of wat dan ook is, mensen die zich daardoor laten leiden... vind ik heel erg raar. Echt heel erg raar. Maar niet achterlijk. Misschien ook dat woord op het achterlijke ook in de mond af. Op het achterlijke, er zijn mensen die compleet achter... mensen die zich opblazen voor een godsdienst, sorry... die zijn way beyond achterlijk. Nou, ik vind mensen die zich sowieso opblazen, zijn sowieso... Ja, maar ze doen het uit naam van een godsdienst. De en ander dat is doet absurd. Het uit naam van iets... Wil je wat drinken? Ik geloof dat jij de gastvrouw bent. Dat is heerlijk. Ik weet niet, ik neem die rol gewoon tot op me. Ik ben nogal dominant. Wat water inschenken. Heerlijk. Nee, want je stukjes lees ik dan wel eens in de metro, als ik me niet vergis. Klopt. Alsjeblieft. Dankjewel. En je schrijft ook voor een magazine? Volgens mij de Libelle, of niet? Ik schrijf voor het grootste vrouwenweekblad van Nederland, ja. Libelle. Ik vond die combinatie Ebru Umar en Libelle vond ik heel gek. Ja, dat vinden heel veel mensen. Ik vind dat zo bekrompen om in hokjes te gaan lopen denken. Nee, niet in hokjes. Ik vind... Het is wel, want waarom zou je Libelle... het anders bekrompen vinden? Of, nou, dat kom ik nu... Het, nee, jij vond het bekrompen. Ja, ik vond, waarom het, ik anders... vond die combinatie gek. Ja. Omdat ze, ik vind Libelle echt een hele vredelievende, hele... Ik wil niet zeggen braaf, maar echt vrouwelijke, een heel vrouwelijk blad. Ja. En ik ben niet vrouwelijk, wou je zeggen. Nee, dat zeg ik niet. De onderwerpen sluiten niet aan op wat jij altijd schrijft... bijvoorbeeld in de metro of de uitlatingen die jij doet in de media. Maar ik schrijf interviews. Ik neem interviews af voor Libelle. Juist, ja. Oké. En dat is wat anders. En af en toe schrijf ik wel stukken. Het zijn human interest stukken die erin staan. En die raken elke vrouw. Dus wat in de Libelle staat, kan zo in de Marie Claire, kan zo in de Elle, kan zo in de Red. Je moet alleen anders verpakken. In dat soort blazen exact dezelfde verhalen. Ja, maar jij verplaatst het gesprek naar de Libelle. En het ging meer om jou in de Libelle. Nee, maar de manier waarop er naar een blad als Libelle wordt gekeken in combinatie met mij, vind ik zoiets raars. Ik ben gewoon iemand die haar werk doet. En mijn werk, wat ik niet eens als werk definieer, maar als een feestje definieer, is het afnemen van interviews. En gisteravond had ik om 11:30 een gesprek met Hans Dagelet. Superleuk. En dan denk je van, oké, het is 11:30, ik ben hartstikke moe. Maar ik heb zo'n leuk gesprek met die man. En waarom? Omdat ik voor Libelle dat gesprek mag afnemen... en de kans krijg om zoiets te doen.
Een maand geleden stond ik op de Libelle Zomerweek met Jan-Peter Balkenende, onder andere. Plus alle andere fractieleiders. Super leuk. Nee, er is geen journalist in Nederland die dat niet zou willen. Dus het gaat om. Nee, het gaat om de uitoefening. Absoluut niet. Jawel. Het gaat om de uitoefening van wat je doet. En voor welk medium dat doet, dat maakt niet uit. Er is geen journalist in Nederland die Balkenende niet zou willen interviewen. Jij kan toch niet ontkennen dat jij een bepaalde reputatie hebt als journaliste? Ja, kan ik heel erg ontkennen. Want die reputatie, die wordt je in de schoenen geschoven door mensen die een beeld van je krijgen op basis van één zinnetje, één seconde, tien seconden. Kom op, zeg. Ja. Niet één zinnetje. Ja, één zinnetje. Ik weet dat ik jou een keer eerder heb ontmoet. En toen hadden wij hier een gesprek. Ik weet het wel, ik heb een heel goed geheugen. Dat we hier, dat was na een uitzending. En volgens mij kwamen we na elkaar. Of ik weet niet of we elkaar ook troffen aan tafel van een AT5... programma. Ik heb geen idee. En toen hebben we hier nog in de lounge, zeg maar, nog door zitten praten. En toen heb je heel veel uitlatingen gedaan als gevolg van wat er aan tafel werd gezegd. Nou, dat kan dat dus zijn jij dan een beeld hebt van mij naar aanleiding van dat gesprek. Maar dat wil niet zeggen dat de rest van de wereld een mening van mij heeft. Als je me even laat uitpraten. We hebben een uur de tijd, dus je krijgt volledig nul. Als je me even laat uitpraten, dan kunnen we een gesprek opbouwen. Anders is het zo van, ik vind dit, ik vind dat. Dan krijg je dat geklets en het gekwebbel van vrouwen, waar ik absoluut niet van hou.